Broeder Olsen werd in Amerika aangesteld om voor de kerk te komen werken. En zo vertrok broeder Olsen om woongelegenheid te zoeken en een en ander te regelen. Zuster Olsen ging niet direct mee. Zij zou over een aantal weken vanuit Engeland naar Amerika vertrekken. Zuster Marie Olsen boekte de overtocht bij de scheepvaartmaatschappij The White Star Line, die juist een prachtig nieuw schip met veel comfort in de vaart had genomen. Zuster Olsen was daar heel blij mee, want het was toch wel een flinke bootreis van Engeland naar Amerika. Zuster Olsen verheugde zich erop dat ze spoedig kon vertrekken en weer bij haar man kon zijn. De dag voordat het prachtige nieuwe schip zou vertrekken, kreeg zuster Olsen plotseling hoge koorts. Dat kwam wel heel erg ongelegen. En zuster Olsen was daar echt niet blij mee. Ze was een gezonde vrouw die zelden ziek was. En ze begreep niet wat er nu ineens aan de hand was. Zuster Olsen was zeer teleurgesteld. Ze liet een arts komen, maar deze kon niets vinden. Hij vertelde zuster Olsen dat ze zo niet kon vertrekken. De koorts was te hoog. Het was te gevaarlijk. Er was geen andere keus. Zuster Olsen moest achterblijven. En zo vertrok het schip zonder dat zuster Olsen aan boord was. Zuster Olsen begreep er niets van. Ze was nooit ziek. En waarom moest dit haar nu overkomen, precies op de dag dat ze moest vertrekken? Het was wel heel bijzonder. En wonderlijk genoeg, toen het schip de haven was uitgevaren, verdween de koorts net zo plotseling als die gekomen was. Wonderlijk. Zuster Olsen voelde zich weer heel goed en ze ging gelijk aan de slag en boekte op een ander schip dat enkele dagen later zou uitvaren. Maar het duurde niet eens zo heel erg lang. Toen kwam het bericht binnen dat het prachtige nieuwe schip op een ijsberg was gevaren en was gezonken in de Atlantische Oceaan op 41 graden noordenbreedte en 49 graden westenlengte. Zuster Olsen was toen heel blij en dankbaar dat ze precies op tijd een koortsaanval had gekregen. Ze begreep dat God had ingegrepen en haar had beschermd voor een noodlottige reis. Weet u, soms kunnen onze plannen flink in de war worden gestuurd. En wij beseffen niet waarom. De Bijbel zegt in Psalm 34, vers 8: de engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen en redt hen. Gods zorg
voor zijn trouwe kinderen is groter dan wij denken. Mogen wij in ons leven een groot geloof en een groot vertrouwen in Gods beschermende hand openbaren. Wat ons ook overkomt, laten wij Gods naam groot maken in ons leven. Hij heeft altijd het beste met ons voor. Een christen heeft een geweldig levensideaal. Hij kent een levensstandaard van reinheid en heiligmaking. De levensweg van een christen voert naar geluk, blijdschap en vrede. Onze wandel is niet van deze aarde, maar zo lezen wij in de Filippenzenbrief, onze wandel is in de hemelen. Zulk een wandel is vruchtdragend. En wij verheerlijken de Vader als wij veel vrucht dragen. En wij dragen veel vrucht als wij onze zondige neigingen overwinnen. En als wij daarin volharden, dan zijn de vruchten blijvend. Maar u en ik, wij weten heel goed dat het niet altijd zo gemakkelijk is. Ondanks al onze goede bedoelingen, gaat het toch zo dikwijls mis. Telkens weer moeten wij gereinigd worden van allerlei verkeerdheden. We mogen God dankbaar zijn voor zijn grote genade. God wenst dat wij ons nooit hulpeloos en reddeloos zullen voelen. In het Oude Testament had God daarvoor aan het volk Israël de tempeldienst gegeven met allerlei betekenisvolle rituele handelingen. God heeft alles gedaan om duidelijk te maken dat de zondige mens gereinigd kan worden. De Bijbel geeft ons verschillende vormen van onreinheid te kennen. Een van die vormen is onreinheid die ontstaat door contact met onreine bronnen. Speciaal het contact met een dode wordt vermeld. Een dode is een bron van onreinheid. In het Oude Testament vinden wij de regel dat al wie met een dode in aanraking kwam, onrein was en zo iemand moest dan worden gereinigd. In Israël werd dat gedaan door middel van het offer van de rode vaars. Het offer van de rode koe en het ritueel daaraan verbonden betrof allerlei voorvallen van bezoedeling door contact met een onreine bron. Laten we samen lezen wat de Bijbel in dat verband te zeggen heeft. Numeri 19, en daarvan lezen wij de versen 1 tot en met 9. Numeri 19, de versen 1 tot en met 9. De Heere nu sprak tot Mozes en Aaron. Dit is het wetsvoorschrift dat de Heere gebiedt.
Spreek tot de Israëlieten dat zij u een rode, gave koe brengen, waaraan geen gebrek is en die geen juk gedragen heeft. En gij zult haar aan de priester Eleazar geven, dan zal men haar buiten de lege plaats brengen en haar in zijn tegenwoordigheid slachten. Dan zal de priester Eleazar met zijn vinger van haar bloed nemen en van haar bloed 7 maal sprenkelen in de richting van de voorzijde van de tent der samenkomst. Daarna zal men de koe voor zijn ogen tot as verbranden. Haar huid, haar vlees en haar bloed zal men met haar mest verbranden. En de priester zal cederhout, hyssop en scharlaken nemen en dat midden op de brandende koe werpen. Vervolgens zal de priester zijn klederen wassen en zijn lichaam in water baden en daarna in de lege plaats komen, maar de priester zal tot de avond onrein zijn. Hij die haar verbrand heeft, zal zijn klederen in water wassen en zijn lichaam in water baden, maar tot de avond onrein zijn. Dan zal een rein man de as van de koe verzamelen en buiten de lege plaats op een reine plaats nederleggen, opdat zij voor de vergadering der Israëlieten bewaard blijven, ter bereiding van het water der reiniging. Het is een middel tot ontzondiging. En vers 13. Ieder die een lijk enig mens die gestorven is aanraakt en zich niet ontzondigt, verontreinigt de tabernakel des Heren. En hij zal uit Israël uitgeroeid worden, omdat het water de reiniging op hem niet gesprengd werd, zal hij onrein wezen, zijn onreinheid is nog op hem. En vers 17 en 18. Men zal voor de onreine van de as van het dier dat voor ontzondiging verbrand is, nemen en daarop in een vat levend water gieten. Dan zal een rein man hyssop nemen, dat in het water dopen en dit sprenkelen op de tent en op al de vaten en op de personen die daarin zijn en op degenen die het gebeente of de gedode of het lijk of het graf heeft aangeraakt. Tot zover de schriftlezing. U kunt thuis dat hele hoofdstuk in zijn geheel doorlezen. En misschien zijn er mensen die het offer van de rode vaars zien als een onbeduidend ritueel. Maar we moeten niet vergeten dat dit op Gods bevel plaatsvond. En tot op heden toe ligt er voor ons een rijke les in opgesloten. In het Nieuwe Testament wordt dit offer onder onze aandacht gebracht. En wel in het boek Hebreeën, Hebreeën hoofdstuk 9, en daarvan de versen 13 en 14. Hebreeën 9, vers 13 en 14. En daar lezen wij: want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen die verontreinigd zijn heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen
van dode werken om de levende God te dienen? Paulus begreep dat de as van de rode vaars een diepe betekenis heeft voor de christen. De besprenging met de as van de vaars heiligt hen die zijn verontreinigd door contact met een dode. Zo reinigt Jezus Christus, die het ware beeld is van de rode vaars, ons bewustzijn van dode werken om de levende God te dienen. Laten we het ritueel wat nader bekijken. God verklaarde dat de jonge koe rood moest zijn. En de jonge koe mocht geen dienst hebben gedaan. Hij mocht geen juk hebben gedragen. Wat moeten we daaronder verstaan? Het juk is een instrument wat tot dienstbaarheid brengt. Dieren krijgen een juk opgelegd om ze bruikbaar te maken voor het werk. Het juk nu, dat ons tot dienstbaarheid brengt, is Gods wet. De wet Gods bindt de mens aan Gods wil. Als wij onze eigen neigingen zouden volgen, dan zijn wij geen bruikbare instrumenten. Daarom nodigt Christus ons uit. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Wij worden dan door de principes van Gods heilige wet tot dienstbaarheid gebracht. En dan kan God ons gebruiken in zijn dienst. Maar moest er op Christus een juk worden gelegd in die zin? O nee, Christus is volmaakt. Zijn dienst is van nature onberispelijk. En bovendien, Christus kwam geheel vrijwillig. Christus werd niets opgelegd. Nee, het initiatief lag in zijn eigen hart. Christus heeft er uit zichzelf lust in om Gods wil te doen. Christus hoefde niet door middel van een juk geleid te worden, zoals wij in het rechte spoor moeten worden geleid door de principes van Gods wet. De priester moest de rode koe, die nooit een juk had gedragen, naar de offerplaats brengen. De profeet Jesaja spreekt ook over de rode vaars. In hoofdstuk 33 wordt de vraag gesteld: wie is het die daar komt met besprenkelde klederen van Bosra? Waarom zijt gij rood aan uw gewaad? De profeet zag op Christus het ware beeld van de rode vaars. Rood is de kleur van het bloed. En het leven is in het bloed. De kleur van de rode vaars onderstreepte de waarheid dat in Christus het leven is.
En dat het gegeven zou worden voor ieder mens. Toen Israël in het beloofde land gevestigd was, brachten ze de rode vaas naar de olijfberg. Het offer moest buiten de stad worden gebracht. Paulus zegt ons dat Christus leed buiten de poort. Buiten de stadsmuren van Jeruzalem is hij gestorven. Jezus is niet gestorven binnen de poorten van het Jodendom. Nee, hij stierf voor de hele wereld. De reiniging van de rode vaas moet dan ook universeel worden gezien. Het geldt voor ieder mens, zonder enig onderscheid. Het dier werd dan ook niet in de voorhof geslacht. Nee, het altaar van hout werd buiten de stadsmuur gebouwd, daar waar iedereen toegang had. Daar werd het beest gewassen en op het hout gelegd. Het is niet aangenaam om het beest te slachten. Er is niets bekoorlijks aangaande de dood van het Lam Gods. Het was een wrede dood. De priester doopte de vinger in het bloed en sprenkelde dat 7 maal in de richting van het heiligdom. Dat stond gelijkwaardig met het daadwerkelijk brengen van het bloed in het heiligdom. Zo werd als het ware het bloed symbolisch gedragen op de vleugelen van de wind tot in Gods tegenwoordigheid. Als de vaars gestorven was, werd vuur van het brandofferaltaar gebracht en alles werd verteerd tot as. Maar terwijl het brandde, moest de priester cederhout toevoegen, hyssop en scharlaken. Cederhout is zeer duurzaam hout. De cederboom is een koninklijke boom. Koninklijke boom van Libanon. Cederhout werd vaak voor speciale doeleinden gebruikt. Ook bij de tempelbouw werd het gebruikt. De cederboom gold als een teken van kracht, van wasdom en van standvastigheid. De schrift zegt, de rechtvaardige zal wassen, zal groeien als een cederboom van Libanon. Deze prachtige koninklijke boom, die duurzaam hout levert, wijst erop dat Christus als koning der koningen geen verderf heeft gezien. Ook hyssop werd aan het offer toegevoegd. Het is een kleine plant met vele kleine witte bloemetjes. De blaadjes zijn geneeskrachtig. Deze plant heeft een reinigende werking. David zei, ontzondig mij met hyssop. Psalm 51, vers 9. Hyssop is een symbool van reinheid en van nederigheid. Christus als koning der koningen kwam nederig, rijdend op een ezelin. Bij hem is genezing. Zijn bloed
reinigt van elke smet. Dan werd er ook scharlaken toegevoegd. Scharlaken wordt in de Bijbel het eerst genoemd in verband met de geboorte van een tweeling. En dat staat opgetekend in Genesis 38, vers 28. Genesis 38 en daarvan vers 28. En daar staat: en toen zij baarde, stak er één zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlakendraad en zeide: deze is het eerst gekomen. De scharlakendraad kenmerkte de eersteling, want hij had het eerst zijn hand uitgestoken. Weet u, wij zijn gekocht als eerstelingen door het bloed van Christus. Nu treffen we het scharlaken opnieuw aan in verband met de val van Jericho. Rahab, een ontuchtige vrouw, hing een scharlakendraad uit het raam en zij werd met haar gezin gespaard. Het betekende voor haar het middel tot behoud. Haar naam komt zelfs voor in het geslachtsregister van Jezus. Het komt er voor God niet op aan wat we zijn, maar wel wat we worden door zijn genade. Het scharlaken gold als een teken van de eersteling en als een teken van redding en behoud. Wanneer Israël het scharlaken zag, herinnerden zij zich deze historische voorvallen. Deze tekenen werden eveneens toegevoegd aan het offer van de rode vaas. Jezus Christus heeft ons als eerstelingen gekocht door zijn offer. Hij heeft ons gered. De behoudenis is in niemand anders. Als alles geheel is verbrand, werd de as in 7 porties verdeeld. En u weet dat er in Israël 6 vrijsteden waren en in elk der 6 vrijsteden werd een deel bewaard, terwijl het 7e deel bewaard werd in de tempel. En allen die door contact met de dood waren verontreinigd, moesten 7 maal met water waarin de as gestrooid was, besprenkeld worden om gereinigd te zijn. Dat was in korte trekken het ritueel van de rode vaas. Maar nu de vraag: wat moeten wij mensen uit de 21ste eeuw nu verstaan onder contact met de doden? Wel, Paulus zegt in Efeze 2, ook u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart in misdaden en zonden. We kunnen elke dag rondlopen en 3 stevige maaltijden gebruiken, terwijl we toch dood zijn, dood in misdaden en zonden. En als we dat niet zijn,
dan kunnen we verontreinigd zijn door contact met hen die wel dood zijn in zonde. U werkt bijvoorbeeld op een kantoor. Aan het bureau naast u werkt iemand die dood is in zonden. U hoort elke dag zijn grappen aan en telkens hoort u opnieuw zijn minderwaardige taal. Als u niet voorzichtig bent, ontvallen ook u in een onbewaakt ogenblik zulke woorden. Als u maar lang genoeg met hem samenwerkt, gaat u misschien zijn lichtzinnige grappen leuk vinden. Ziet u, zo wordt u verontreinigd door contact met de doden. Mensen die niets om godsdienst geven, kleden zich vaak anders dan een oprecht christen dat doet. Als u niet oppast, als u regelmatig naar zulke mensen kijkt, zult u verontreinigd kunnen worden. Paulus geeft ons een opsomming van hen die dood zijn in zonden in Romeinen, het eerste hoofdstuk. U kent die lange lijst van zonden wel. Doodslag, bedrog, hoererij, trotsheid, ijdelheid, Gods naam ijdel gebruiken, onbarmhartig. Ja, nog meer zonden worden daarop genoemd. En dan besluit Paulus in het laatste vers met de volgende woorden. Degenen die zulke dingen doen, zijn des doods waardig. Maar niet alleen zij die zulke dingen doen, maar ook mede hen die een welgevallen hebben in degenen die zulke dingen doen. Zo staat het in de Statenvertaling te lezen. Maar ook mede hen die een welgevallen hebben in degenen die zulke dingen doen. Heeft u wel eens een welgevallen in doodslag gehad? Schept u wel eens behagen in een moord? Wees nu voorzichtig. Er zijn heel wat televisieprogramma's die niet één, maar zelfs vele moordgevallen tonen. Zit u daar wel eens vol spanning naar te kijken? Vindt u een diefstal mooi? Vindt u het plegen van overspel interessant? Oh, dat kan heel goed. Er zijn heel wat boeken over rovers en misschien nog wel meer boeken over ontucht. Oh ja, u kunt zeer zeker een welgevallen hebben in zulke spannende en avontuurlijke dingen die God afkeurt. De meeste filmvoorstellingen draaien om daden en gaan om dingen die niet in overeenstemming zijn met Gods geboden. En als u niet oppast, kunt u uren kijken en behagen scheppen in hen die zulke dingen doen die de Heere veroordeelt. De literatuur van deze eeuw over liefde, hoe spannend ook, is niet bepaald verheffend. Wees voorzichtig dat u niet wordt verontreinigd door contact met hen
die dood zijn in hun zonden. Maar wanneer u verontreinigd bent, dan is er een fontein voor u open om elke smet weg te wassen. Het offer van Christus zal in al onze noden kunnen voorzien. De as van de rode vaas werd gemengd in water. Water is ook een symbool. Jezus zei van zijn volgelingen: uit hun binnenste zullen stromen van levend water vloeien. En dan staat erbij: dit zeide hij van de geest. Water is een symbool van de Heilige Geest. De as, het offer van Christus. Het water, de Heilige Geest. Paulus zei in vergelijk met het offer van de rode vaas: zoveel te meer zal het bloed van Christus door de eeuwige geest geofferd uw geweten reinigen van dode werken. Daar is de as, het offer van Christus, en het water, de eeuwige geest. We hebben Christus en de Heilige Geest, waardoor wij gereinigd worden tot levende kinderen Gods. Het mengsel van water en as werd 7 maal op de zondaar gesprenkeld. Deze besprenkeling werd meestal ook in de huizen toegepast. Het huisraad werd besprenkeld, het eetgerei, de kleding en alles wat er maar was. En dan schreven ze boven hun deur: ik ben niet van mijzelf, ik behoor de Heere toe. O broeders en zusters, we kunnen daar heel wat van leren. Weet u wat wij moesten doen? Wij moeten niet enkel onszelf, maar ook onze spullen besprenkelen. We moeten onze tv's besprenkelen met dat reinigende water. Onze computers, onze boeken, onze tijdschriften, onze moderne kleding, onze sieraden, ons eet- en drinkgerei. Ja, alles waarmee wij ons christen zijn kunnen verloochenen. En dan moeten ook wij boven onze deur schrijven: ik ben niet van mijzelf, ik behoor de Heere toe. Een oprecht christen leeft nu eenmaal anders dan de wereld dat doet. Hij kent andere maatstaven. En hij zal zich niet door anderen laten leiden dan alleen maar door Gods geest. Hij schept geen behagen in het verkeerde. Hij leest alleen goede boeken. Hij kleedt zich anders. Eet en drinkt alleen dat wat gezond is. En als wij ons hebben afgezonderd van al het wereldse, dan zullen wij gereinigd zijn van alle besmetting ten gevolge van contact met hen die dood zijn in zonden.
En dan maakt Christus woning bij ons. Want we hebben onszelf en ons huis voor hem opengesteld. Is dat niet geweldig? Zou u dat niet willen doen? De Bijbel zegt dat Jezus klopt aan de deur. Hij wacht op u. Wat gaat u doen? Mogen de Heere u en mij kracht en genade geven om rein en heilig te leven. Tot eer van zijn naam en tot ons behoud. Amen.